Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Oh, ik ben niet zo goed bij stem, hoor ik al. Voor de Daily Minutes nummer 1122 met een uitzending voor vandaag. En dat is 31 oktober 2017. Dit is het bulletin van dinsdag. Ik maak van de nood dat ik vandaag weinig tijd heb en deugd door nog twee delen van de serie over magnetische loop uit te zenden. Aansluitend was er in de serie nog een deel uit dezelfde serie. Dat ging over wat je aan storingen kunt doen die in de huidige tijd steeds vaker een plaag zijn voor de amateurs. Dat deel zend ik vanavond ook uit. Dus waarschijnlijk dat ik morgen weer meer tijd heb en dat ik dan weer verder kan gaan over de serie of aan de serie over telecommunicatie onder water. Deel 16 van de serie over antennes gaat nog steeds over de kleine magnetische loop, maar nu over het gebruik van de kleine loop als zendantenne. Zoals we gisteren al melden is een loop vanwege de hoge verliesweerstand en de lage stralingsweerstand een nogal onrendabele antenne. Als een kleine magnetische loop gebruikt wordt voor zenden is dat doorgaans uit ruimtegebrek. Iedere antenne kleiner dan een kwart golf geeft aanzienlijke verliezen ten opzichte van de full-size versie. En het zou dus kunnen dat in dat geval een kleine magnetische loop nog niet eens de allerslechtste keuze is. Kleine loops, vaak tussen 45 cm en 1 meter in doorsnede, voor de banden 40 tot en met 10 meter, worden, waarschijnlijk vanwege toenemend ruimtegebrek en antenneverboden, wel steeds vaker door amateurs gebruikt om te zenden. Verschillende merken zoals MFJ maken dit soort antennes met vaak ook een automatische antennetuner speciaal voor zenden. Dit soort fabrieksantennes zijn vaak niet de goedkoopste. Ze zijn echter wel geoptimaliseerd om bij zenden het beste rendement te geven. Het rendement van een loopantenne wordt flink groter als de loop een grotere afmeting krijgt. Wel treden de eerder genoemde nadelen op als de antenne groter wordt dan de meest gebruikte 1/10 van een hele golflengte in omtrek. Bijvoorbeeld op het gebied van een niet meer gelijkmatige stroomverdeling op de antenne en daardoor een grillig stralingspatroon. Een andere manier om het rendement te vergroten is om het materiaal waarvan de lus gemaakt is dikker te maken en de buitenkant dan een laagje zilver of niet geanodiseerd aluminium te geven. Een combinatie van beide methodes wordt ook gebruikt. Ook in de militaire sector wordt de loop gebruikt, ook voor zenden, vaak in landmobiele configuraties. De antennes worden dan vaak liggend gebruikt om optimaal van de NVIS-effecten gebruik te maken. Dat wil zeggen dat door het signaal omhoog te richten op de lagere korte golfbanden alle afstanden tussen 0 en 400 kilometer zou kunnen worden overbrugd. Rendement van dergelijke professionele antennes is bij zenden meest slechts 1%. Het gaat om transmissiepaden waarbij bij gebruik van 100 watt zendvermogen een verlies van 20 dB niet dramatisch is. De buisdikte van de loop bij dit soort militaire installaties is vaak tussen de 5 en de 7,5 centimeter. In deel 16 over antennes ging het over het gebruik van de kleine magnetische loopantenne bij zenden. Een antenne die niet bepaald een antenne met een hoog rendement is. Vanwege de afmetingen van zo'n antenne in vergelijking met andere kleine antennes is hij echter misschien nog niet eens zo'n slechte keus. In deel 17 gaan we in op wat praktische zaken rond het zenden op zo'n kleine magnetische loop. Een praktisch probleem bij zo'n antenne is bijvoorbeeld dat er bij zenden een zeer grote stroom door die kleine antenne loopt. En dat daarnaast ook een zeer hoge spanning op de condensator die de antenne afstemt komt te staan. Bij slechts enkele watts vermogen staan er ook kilovolts op de condensator. De eisen aan deze condensator zijn hierdoor nogal hoog, omdat er naast die hoge doorslagspanning ook nog een minimum aan dielektrische verliezen in de condensator nodig is. Hierdoor worden ofwel luchtcondensatoren gebruikt met een redelijk grote paraatafstand of vacuümcondensatoren. Beide condensatortypen zijn niet bepaald goedkoop tenzij je zo'n luchtcondensator zelf maakt. Een veelgebruikte methode om de coaxkabel op de kleine magnetische loop aan te sluiten is om de coax niet op de loop zelf te koppelen, maar wel op een kleinere loop. De impedantie van de loop is namelijk laag, veel lager dan van de coaxkabel. De kleine lus met de coaxraam wordt inductief aan de antenne zelf gekoppeld. Door de afmetingen vormt de koppeling zo een transformatie van de impedantie van de coax naar die van de antenne zelf. Afmetingen van deze kleinere aanpaslus die zijn typisch een vijfde tot een achtste van de afmeting van de antenne zelf. Behalve om thuis te ontvangen of te zenden en ontvangen, of professioneel voor mobiele NVIS toepassingen, worden magnetische loopantennes ook gebruikt om op de korte golfbanden bijvoorbeeld 80 meter te peilen. Zo'n antenne heeft een scherp nulpunt, of eigenlijk twee nulpunten, en daar kun je uitstekend bijvoorbeeld een kruispeiling mee doen. Probleem is wel dat dat nulpunt in twee richtingen dus zit, maar door kort een extra spriet, een zogenaamde sensantenne, bij te schakelen, kun je het stralingsdiagram van de loopantenne tijdelijk een minder scherpe hartvorm geven, waarmee je vast kunt stellen uit welk van de twee richtingen het signaal afkomstig is.
In deel 18 van de serie over antennes laten we de magnetische loop achter ons. We gaan nu verder in op hoe de tegenwoordige storing, meest afkomstig van slechte televisies en voedingen, ledlampen en PLC, hoe die storing kan worden tegengegaan. Een van die methodes is inmiddels met de loopantenne al beschreven. Een tweede mogelijkheid is om de antenne daar te plaatsen waar de storing minder of afwezig is. De meest luxe variant is er eentje die sinds enige tijd is toegestaan. Plaats je hele amateurstation op een storingvrije plek en bedien alles op afstand. Dat kan ook op tijdelijke basis. Wereldwijd zijn er inmiddels meerdere locaties, soms de X-locaties te huur voor een weekend of een dag. En die locaties kun je dus op afstand bedienen, je hoeft er niet naartoe. Uiteraard kun je ook de web-SDR gebruiken, eventueel ook als ontvanger bij je QSO's. Dat is mij meerdere keren aangeraden. Het leukst voor mij is echter toch als de apparatuur hier gewoon bij me staat en de verbinding niet via internet loopt. Ook dan kun je de antennes elders plaatsen natuurlijk. Ik heb dat in het begin van deze serie ook al een keer aangestipt. Je kunt de antenne ver genoeg wegplaatsen om de storing niet meer te horen. Maar soms is het ook mogelijk om de antenne voor de storing afgeschermd te plaatsen. Bijvoorbeeld door zelf een afscherming aan te leggen. Of door de antennes indien aanwezig achter een metalen object te plaatsen. Zoals ik ook al eerder vertelde, het mooiste is als de antenne voldoende weggeplaatst kan worden en dat de grootste afstand hem in de hoogte van de antenne zit. Ik heb hier een uitschuifbare glasfibermast die tot een meter of 14 boven de nok van het dak uitgeschoven kan worden. In zijn algemeenheid zijn nagenoeg alle storingen vanuit de woningen beneden bij mij verdwenen bij een hoogte van meer dan 7 meter boven het dak. Waar ik zelf mee wil experimenteren is om in die mast bijvoorbeeld 10 meter boven het dak een mini-wip antennetje te plaatsen. Misschien met nog wat extra afscherming daaronder. De wereldwijd vermaarde mini-wip is een uitvinding van de Nederlandse amateur PNL RDT. Het ontvangstantennetje werkt vanaf praktisch 0 kHz over alle amateurbanden tot aan 20 of 30 MHz. En het antennetje is slechts zo groot als een balpen. Voor wie het niet gelooft hoe goed zo'n klein antennetje werkt, de WebSDR in Twente werkt op alle banden met een mini-wip. De mini-wip gaat uit van een eenvoudig en doeltreffend principe dat we al eerder hebben aangetroffen. Natuurlijk ontvangt zo'n klein antennetje niet even goed als een grote antenne. Het aardige is echter, doordat het antennetje de signalen minder goed ontvangt, ontvangt hij ook de achtergrondruis minder goed. Tot aan een bepaalde grens blijft de signaal-ruisverhouding dus echter wel even groot. Als de afstand in sterkte tussen de signalen en de ruis door het kleiner maken van het antennetje niet kleiner wordt, dan kun je dus dat geheel met een geschikte versterker weer zonder grote nadelen optillen tot een niveau van een grote antenne. En dan maakt het dus niks uit. Door het signaal eventueel nog een beetje sterker te maken, is het signaal dat zo via de coaxkabel naar beneden gaat ook nog eens sterker dan alle stoorsignalen die daar onderweg op in zouden kunnen werken. Net voor de ontvanger plaats je bij die extra grote signaalsterkte weer een verzwakker om het signaal op het normale niveau te brengen. En dan heb je het signaal in de check zonder de aanwezige storing. Als je van D-Star houdt, vanavond nog even van de D-Star ronde die vanaf 8:30 plaatsvindt op veel van de Nederlandse repeaters. En als je geen D-Star spullen hebt, dan kun je toch inmelden via D-Rats. Als je een zogenaamde RAT-server gebruikt, het programma D-Rats, dat kun je via Google vinden. D-RATS. En verder kun je de ronde ook beluisteren via de stream op de website van Frans, PD4, FMJ, Papa Delta 4, Fox, Mike, Juliet, PD4FMJ.nl is dat. En bovenaan kun je klikken op een tabblad en dat is de D-Star Player. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes komt tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. En microfoon naar retour.